Dit is de marktanalyse van woensdag 14 maart 2018. Het is nu kwart voor twee. En we gaan weer zoals gebruikelijk kijken naar de markten. Met ook vandaag nog even de mededeling dat na deze vlog, meteen aansluitend erop, um, je informatie kunt vinden over de driedaagse tradingcursus, Die op 13, 14 en 15 april in Van der Valk Hotel Nuland gaan plaatsvinden. Um, en die bedoeld is voor. Traders of aanstaande traders die ja, heel graag deze methode eh, intensief willen leren um, en door mij daarin geschoold willen worden. Dus na aansluiting hierop de informatie en je kunt ook de informatie vinden op mijn site cyclustrader.nl. Goed, we beginnen met de DAO, links de dag, rechts de week. Um, we zien hier op 2 maart jongsleden de meest recente dagcyclus. Bodem die eigenlijk ja, in de zone viel die we toen hadden aangegeven. We zitten nu op 2, 4, 6 op de achtste dag. En dat betekent dat dit topje hier, eh, zeg maar van 25, 500. dat dit waarschijnlijk de top is van de eerste helft van de dagcyclus. Eh, ik geloof niet dat deze top ook tevens de top is van de hele dagcyclus. Eh, dit is nu een beetje dit scenario wat ik voor ogen heb dat wij. Wellicht gisteren al of vandaag, misschien morgen, de mid low gaan zetten. Normaal valt de mid low ja, ergens tussen bij 8, 9 of 10, soms 11. Dus dat dat, ja, ik weet niet of het al gezet is, dat is lastig te zeggen. Het kan ook zijn dat we nog een aanschrijving krijgen van die mid low. Maar in ieder geval, ja, op een zeer korte termijn dat we nog mogelijk iets lager kunnen. En dat we dan vanaf dat punt um, deze top hier. Van de eerste helft gaan overschrijden dat we mogelijk dit niveau um, gaan testen dus dat is eigenlijk mijn idee dat we zeg maar in deze zone hier um, in ieder geval nog terecht gaan komen en dat we daar dan mogelijk de dagcyclus top gaan zetten um, en dat we vandaar uiteindelijk weer deze kant op gaan nou um, de NASDAQ overigens um, is al uitgebroken, heeft al nieuwe all-time highs gemaakt. Um, dus daar geldt dat, dat, correctie niveau, dat correctiescenario minder. Um, wat wel opvalt, is dat we nu, en, en dat was dus voor deze grote daling niet zo, toch wel een aardige divergentie zien. Dat wil zeggen, technologie maakt nieuwe highs. Um, andere markten niet. En ook binnen de technologie sector zien we dat steeds minder fondsen um, participeren aan de stijging. Dat is voorlopig een waarneming. Um, dat hoort bij topvorming. Maar ook dit geeft niet aan dat we meteen de eerstkomende dag moeten dalen. Maar dat valt mij nu wel op: dat zeg maar, SP en DAO achterblijven. En dat NASDAQ wel nieuwe highs gaat maken. Um, dus mogelijk dat dit ja, de bijdrage bij de topvorming. Want ik verwacht toch dat we op termijn lagere koersen gaan zien. Het zou mij in ieder geval uitermate verbazen als deze reactie, zeg maar, de hele reactie nou is geweest in de, in de hele boel Dus dit lijkt. Is de, dit is mij eigenlijk mijn hoofdscenario. Het alternatieve scenario is natuurlijk dat wij um, ja, toch vanaf dit niveau dan blijkbaar toch een hoger grotere cyclusbodem hebben ingezet. En dat zou betekenen dat je daar nu een aanval krijgt op die. Nieuwe all highs. Um, maar ik heb ook gezegd dat blijkt dan uit de dagcycli. Met andere woorden, als we even naar rechts kijken um, en we gaan er dan vanuit, als, als het hoofdscenario is, en ik teken even een grove pijl, dat we uiteindelijk nog een keer een grotere correctie gaan inzetten. Um, hoe zien we dat het hoofdscenario correct is? Nou, dat leiden we gewoon af uit de lagere timeframes in casus de dagcyclus. Want zolang de dagcyclus positief is, en we zien hier zeg maar de voorgaande was positief, dat wil zeggen, de top komt relatief laat en de impulsfase is langer en groter dan de correctiefase. Zolang dat feitelijk aan de hand is, um, ja, moeten we nog niet denken aan een grote correctie, of een hervatting eigenlijk van de eerste daningsgolf. Um, dat betekent dat we dus in elke dagcyclus gaan kijken, is deze Bullish, later top, bearish, vroege top of neutraal top ergens in het midden. Nou, volgens nog kunnen we hier niets uit afleiden. Um, dit kan ook nog een, een neutrale uh, cyclus worden als we bijvoorbeeld geen nieuwe high maken. Ja, dan krijg je dus eerst de aanwijzing dat we inderdaad hier rond dit niveau een zwaar weer terecht kunnen komen. Maar we moeten dus vanuit die dagcyclus eigenlijk gaan kijken hoe een en ander zich ontwikkelt en of het hoofdscenario nog steeds gevolgd wordt. Op het moment dat dat niet meer het geval is, dat je dus ziet dat je ook in de tweede en de derde dagcyclus nog steeds bullish bent, um, ja, dan moeten we kijken wat, uh, wat het andere scenario wordt. Um, maar deze aanpak voorkomt feitelijk dat je nu gaat blindstaren op, uh, op een correctie en dat je dan dus niet je ogen open hebt of open staat voor uh, het andere scenario dat dit hier... Um, Even met de pijl dat dit misschien toch een cyclusbodem van hoger orde is geweest. En dat kan natuurlijk altijd. Um, en uh, als je nu blind bent voor een ander scenario, dan betekent dat dat je eventueel uh, short posities hebt en, en gewoon gaat bijgeven op hogere niveaus uh, met, met alle consequenties van dien. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Dus je moet open blijven staan voor alternatieve scenario's. En dat betekent dat wij die route gaan aanfietsen vanuit. Zeg maar de dagcycli en op die manier gaan we eigenlijk van, ja, van week tot week verder kijken waar dan het ideale omslagpunt kan zijn, waar we dan um, een swingtrade aan de shortkant kunnen plaatsen. Goed, dus nou um, volgens nog niet zo heel uh, spannend. Hier zien we ook nog um, dat zeg maar, het idee van, um, van vlagpatroon intact is. Dus we hebben een impuls, we hebben een vlaggetje. Dus eigenlijk zolang je niet hier aan de bovenkant echt uitbreekt, is dat, is dat patroon nog steeds uh, intact. Um, dus hier moeten we zoals gezegd kijken. Um, Na de midcycle low, hoe ver is die tweede uh, impuls van, van de tweede helft van de lagcyclus dan? En komt die al dan niet boven deze zone uit? Dat zal uh, voor komende week het meest interessante gegeven dan zijn voor ons. Goed, gaan we dan naar de, de DAX. Hier de DAX op dagbasis. Dit was um, het patroon dat ik de vorige keer had ingetekend. Um, dus vorige week uh, hadden we zeg maar vastgesteld dat dit de dagcyclusbodem is. En dat een reactie waarschijnlijk is tot eigenlijk twee niveaus. Kunnen we hier markeren tot, tot um, 12.600. Zeg maar deze top. Of... Um, Zeg maar Tot deze weerstand 12.800. Nou, wij um, noteren nu dag 2, 4, 6, 7 van de dagcyclus. Um, ook hier zou het kunnen zijn dat gisteren de Mitsychologe zit. Dat zou dan kort zijn. Maar goed, stel je hebt een dagcyclus van 15, 16 bars. Dan kan het inderdaad zijn dat je nu een Mitsychologe hebt die relatief vroeg valt. En ook hier is het scenario dat, wij, um, dat dit waarschijnlijk nog niet de top is van de dagcyclus, maar dat we nog in ieder geval um, een evenaring krijgen of inderdaad die test van die 12.600. Ik sluit dat allerminst uit, verwacht eigenlijk dat we inderdaad nog één push naar beneden krijgen, naar boven krijgen minimaal. En je ziet ook dat de meeste toppen, dat zagen we ook bij de voorgaande dagcyclus, een soort. M-patroon hebben waarbij die M dan de tweede top gelijk kan zijn, iets hoger of iets, iets lager. Dus hier ga ik ervan uit dat we nog iets um, ietsjes hoger kunnen. We um, noteren nu eigenlijk een, een inside bar in deze, um, ja, die is nog niet zo heel erg veelzeggend, dus we moeten even kijken. Inderdaad, vanmorgen of, of uh, eventueel later op de dag krijgen, gaan we weer toch weer wat naar beneden. Schrijven we die loon nog wat aan. Of gaan we morgen weer omhoog, dan kunnen we vaststellen dat dit de low is geweest. Maar hier blijft het scenario zoals de vorige week gesteld eigenlijk nog intact. En ook hier als we naar de weekcyclus kijken. En we zeggen, nou, dit is de vorige weekcyclusbodem. Dan zou dit de midcycle low zijn. Dan kun je dus inderdaad nog ietsjes omhoog. En dus zeg maar dit scenario. Zo. En dan inderdaad, uiteindelijk. Een aanscherping van de van de loos dus dat we daaronder komen misschien richting die 11.000 of mogelijk nog lager maar ook hier geldt um, dat weten we nooit zeker want cyclusstelling is altijd een, een model dus je probeert toch de relatief complexe werkelijkheid met een relatief simpel model te pakken um, daarom moeten we dus proberen ook hier met die dagcyclus um, ja proberen te kijken of het hoofdscenario um, of dat inderdaad nog um, ja inderdaad ook het hoofdscenario is of dat we al stiekem uh, op een ander scenario zitten maar vooralsnog zeker voor de DAX geldt het hoofdscenario is nog intact want we zien deze correctie omhoog was correctief je ziet allemaal overlappende bars en je ziet ook dat deze beweging omhoog ook nog redelijk correctief is um, heeft niet echt impulsachtige karakter omhoog. Um, dus volgens nog blijft de DAX netjes eigenlijk het, um, het scenario volgen zoals we dat hadden voorgesteld. Nou, tenslotte dan de Bund. Um, Bond heeft hier de weekcyclusbodem gezet. Zeg maar begin februari. We hebben hier op uh, 8 maart de dagcyclusbodem gehad. Um, het idee was inderdaad dat we ergens hier in deze, in deze zone terecht zouden komen. Nou, dat is net niet gehaald. Um, dat geeft eigenlijk aan dat deze dagcyclus relatief bullish is. Nou, dat was wel de verwachting. Want de verwachting ook was ook dat we daarna mogelijk nog een nieuwe high gingen maken ten opzichte van deze high. Waarom? Omdat we nog in het begin zitten van de bullish van de eerste fase van de weekcyclus. En die is meestal bullish. En dan zie je eigenlijk zelden dat de eerste dagcyclus. Meteen al de top van de weekcyclus gaat over opleveren. Nou. Nu zitten we zeg maar hier. Als we even wat, wat plaatje groter maken. Kijk we hebben nu. En dit is de Future. We hebben feitelijk hier. Um, een behoorlijke weerstandszone. Um, dat is ook het niveau waar we. In de eerste dagcyclus die top hebben neergezet, daar zitten we nu weer. Dus dat wordt nog een, een dingetje om daar doorheen te breken. En daarboven loont al eigenlijk meteen de tweede zone, en dat is deze. Als we die even een ander kleurtje geven. Even bijvoorbeeld blauw um, van deze training range. Dus um, het, het is heel goed mogelijk, want we zitten nu op, twee, op de vierde, op de vijfde dag. Op de vierde dag dat we hier de top van de eerste helft van de dagcyclus al zetten en mogelijk van de hele weekcyclus, want de weekcyclus zit nu, kijk hier even tegen die dalende MA-banden. We hebben een first cross in de quick indicator. Dat betekent die korte lijn zit hier boven, die lange zit eronder, oftewel de trend is dalend. En de korte trend is stijgend tegen de langere dalende trend in. Dus we hebben een correctieve beweging en een dalende trend. En ik ga er eigenlijk vanuit nog steeds dat wij ergens in deze zone hier, zeg maar tussen 158, 40 en 157,50, 50, dat we daar dan toch de top gaan inzetten en dat we vanaf daar um, ja, weer de neerwaartse richting gaan inslaan, zeg maar uh, zo of eventueel vanaf een wat hoger niveau. Dat is nog steeds het hoofdscenario en ook dat kunnen we netjes bijhouden. Want wat willen we zien? We willen in deze zone eigenlijk een heel duidelijk omkeersignaal zien. Dus bijvoorbeeld een bearish pinbar, een bear 180, dus een solide groene gevolgd door een solide rode. Dat soort triggers. En daar zullen we de dus volgende week kijken in hoeverre dat al aan de orde is. Traders, welkom. Mijn naam is Michel Arens van beroep Ondernemen en Trader. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring op de beurs, zowel professioneel als vermogensbeheerder, als ook um, privé als trader. En een vraag die ik vaak uh, krijg van uh, aanstaande traders of uh, mensen die graag met het tradingvak willen beginnen, is: kun je met trading consistent geld verdienen op de beurs? Nou, het antwoord is ronduit ja, dat kan. Tweede vraag: um, kost het heel veel moeite? Is het makkelijk? Um, duurt het heel lang of kan ik het snel leren? Um, die vraag is natuurlijk al wat lastiger te beantwoorden. Hoewel, als we op um, internet gaan kijken en ik ga eens googlen op uh, gratis tradingcursus, uh, om het uh, vooral niet te duur te maken, dan krijgen we in totaal. 116.000 resultaten. Um, en de ene lijkt nog mooier dan de andere. Ze zijn allemaal gratis um, voor beginners. En um, het lijkt erop dat je dus via Google, geheel gratis, um, ja, het, het tradingvak eigenlijk makkelijk kunt leren. Nou, daar kan ik kort over zijn. Um, dat is niet zo. Uh, Treden is moeilijk. Moeilijk in die zin. Dat het is niet moeilijk te leren. De methode um, kan moeilijk zijn, maar hoeft niet. Maar het is vooral dat je als trader eigenlijk jezelf in de weg staat. Met andere woorden, de tradingdiscipline is heel belangrijk. Doorzettingsvermogen. Um, want je moet je voorstellen, je neemt het niet op tegen uh, een of andere uh, particuliere trader. Maar je neemt het ook op tegen de grote professionele jongens. Um, die diepe zakken hebben. Um, en die ook heel veel kennis en ervaring hebben. Nou, met andere woorden, kun je geld verdienen met trading? Ja. Kun je het zelf leren? Ja. Is het makkelijk? Um, nee. De methode is op zich relatief snel te leren. Maar wat daarna volgt, is eigenlijk het proces van het omzetten van de kennis in de ervaring. En dat omzetten van kennis in ervaring, dus het, het verkrijgen van een soort routine. Um, daar moet je een aantal stappen doorlopen. En het is heel belangrijk dat je daar ook een, um, een goede begeleiding hebben en, he, hebt en dat je ook weet um, welke stappen je precies moet doorlopen. En ik denk dat daar, en met alle respect, een gratis cursus op internet um, niet de juiste manier is om daarmee te beginnen. Vandaar dat ik um, zelf, zij dat een 6-jaar, nu een, een trainingcursus geef voor traders of, of mensen die het trading graag willen leren, die serieus met trading bezig willen zijn, om uh, deze mensen en gedegen kennis te geven over een methode die ik zelf hanteer bij het traden. En die methode die heb ik zelf mij aangeleerd, um, ook door heel veel dingen uit te proberen, heel veel dingen in aanraking gekomen, Waarvan ik achteraf zag, nou dat werkt wel en dat werkt niet. En op een bepaald moment maak je daar een mix voor jou. Um, en, en krijg je eigenlijk een methode die door de jaren heen stabiel blijft en die ook consistent winst oplevert. Um, maar als je denkt, ja, dat is dan een indicator die een pijltje hier zet en een indicator die een pijltje daar zet, dat loopt dus niet. Er zijn dus een aantal stappen die doorlopen moeten worden. Vandaar ook dat het heel goed is om die methode met een gedegen. Intensieve cursus te leren. Nou. Waar gaat de cursus dan over? Wel nu allereerst de trading cursus is bedoeld voor daytrading en swingtrading. Het verschil tussen de twee: daytraders handelen alleen intraday. Dus dat betekent alleen gedurende bijvoorbeeld de ochtend, de middag of de avond. En aan het einde van de avond hebben day traders hun posities gesloten. Swingtraders hebben over het algemeen een positie die langer dan een dag duurt. Dat kan twee dagen, meerdere dagen of zelfs meerdere weken duren. Het principe, de methode die erachter zit is echter in grote lijnen hetzelfde. Dus de methode en de cursus is voor beide doelgroepen geschikt. Wanneer is naar nou die cursus? Dit is een driedaagse cursus van s ochtends 9 tot s middags. 17 uur, dus 5 uur. En de datum staat gepland voor vrijdag, zaterdag en zondag 13, 14 en 15 april 2018 in Hotel van der Valken Nuland vlakbij Den Bosch. Goed, wat gaan we dan behandelen in deze cursus? Een belangrijk onderdeel is het thema van de markttechniek. Wat is markttechniek? Het is um, feitelijk de uitleg over de structuur van de markt en de onderliggende koersbewegingen. Koers bewegen in trends, correctiefases. En zoals je bijvoorbeeld in deze grafiek ziet, zijn er binnen deze chart een aantal trends te zien. Neerwaarts, opwaarts en nog een keer opwaarts. Maar binnen deze trends zijn ook weer kleinere subtrends. Te zien. In dit geval neerwaarts. In de uitleg komen verder ook de kenmerken van trends aan de orde. Dus waarom is de trend belangrijk en hoeveel trends zijn er eigenlijk? Daarnaast gaan we ook dieper in op begrippen zoals steun en weerstand, zoals we hier in deze chart een aantal gevallen als voorbeeld zien waardoor komt het nou begrip steun en weerstand waardoor ontstaat dit en hoe teken je nu een betrouwbare steun en weerstand in en belangrijk hoe ga je dat behandelen? dat is dus de uitleg over de markttechniek nou een ander belangrijk onderdeel en dat is feitelijk samen met de cyclustheorie um, van de cursus is dat de zou je zeggen de kern van de cursus uh, gaat over price action. Oftewel het handelen op een chart zonder bijkomende indicatoren. Je zou dus kunnen zeggen dat je op een naakte chart handelt. En we vragen ons feitelijk af als trader uh, aan de hand van die koersgrafiek van die chart en van de bars die we daar zien of de candlesticks, welke marktpartijen is nu in controle? En hier zie je ook weer een voorbeeld van een naakte chart, dus zonder indicatoren. En we proberen dus middels die price action te bepalen wie wanneer controle overneemt van de andere partijen, dus van de kopers of de verkopers. Dus we kijken naar zaken zoals structuur, we kijken naar de vorm van de bars, en we kijken naar zaken zoals bijvoorbeeld Bear 180's bullish en bearish pin bars en patronen die uit meerdere bars bestaan zoals zogenaamde fakey patronen of bull and bear elephant bars of red bar takeouts wellicht nu wat exotische namen maar dit zijn hele belangrijke concepten en als je price action dus goed begrijpt dan kun je zonder meer op een chart zonder indicatoren handelen en dan is ook de stap die we daarna maken, dus het toevoegen van een aantal selectieve indicatoren. Een stap die het trainingproces juist makkelijker maakt. Nou, de volgende stap die ik ook uitleg in de cursus is die van de cyclustheorie. Mijn site heet ook niet van niets: cyclustrader.nl. Oftewel het idee van laag kopen en hoog verkopen. Je ziet hier ook een koersgrafiek en onder die grafiek staat een indicator, de cyclusindicator. En het idee is dus dat deze indicator aangeeft dat als die laag staat waar je ongeveer kunt kopen en als die hoog staat waar je dan ongeveer kunt verkopen. We gaan dat dan uiteraard ook fine-tunen met bijvoorbeeld Price Action en andere indicatoren. Maar je ziet op die manier wordt al een methode verkregen die bestaat uit meerdere bouwstenen. Uit zeg maar invalshoeken die samen één groot geheel vormen. Naast de cyclus komen nog een aantal extra indicatoren erbij, die zijn niet bedoeld om de chart drukker te maken, maar louter om traits. Te filteren. Dat wil zeggen om minder goede trades eruit te filteren. En dit is dan de uiteindelijke chart waar je als trader mee werkt boven de koersgrafiek, of in de koersgrafiek de zogenaamde MA-banden, daaronder de cyclusindicator en een extra filter de zogenaamde quick indicator onderin, die we uiteraard dan ook zullen toelichten. Een belangrijk extra onderdeel in de cursus is ook het, deel of het onderdeel van de multiple timeframes. Met andere woorden, charts met een verschillende lengte. Dat wil zeggen tijdinstelling. Bijvoorbeeld een dagchart, weekchart een maandchart voor de swingtrader. En een 5 minuten 15 minuten en 60 minuten chart voor de daytrader. We leren dan. Hoe de interactie verloopt tussen deze charts en wat kun je uit die hogere chart halen wat weer van belang is voor de kortere termijn trades. Dus hoe beïnvloedt de hogere timeframe de lagere timeframe? Het is dus feitelijk het samenspel tussen deze multiple timeframes die heel belangrijk is, want op elk van deze timeframes zijn natuurlijk ook diverse cycli actief en uiteraard zal ik dat op die cursus ook uitleggen. Daarnaast komen in de cursus ook zaken aan bod zoals money management. Oftewel, waar leg ik de stop? Waar leg ik koersdoelen? Hoe groot handel ik per trade? Hoeveel contracten, hoeveel aandelen. En we besteden ook ruim aandacht aan traderspsychologie, waaronder het aspect van emotionele valkuilen vermijden. Het hele verhaal van die psychologie is juist daarom zo belangrijk, omdat het leren van de methode één kant is, maar juist bij het toepassen ervan de meeste traders op de grootste problemen stuiten. Met andere woorden, het omzetten van de kennis in een routine van het uitvoeren van een trade zonder erbij na te denken. En die routine zonder. Bij het plaatsen van een trade extra te hoeven nadenken, daar zie je juist dat heel veel traders zichzelf tegenkomen en daar gaan we dan ook uitgebreid op in en ik zal laten zien hoe je dat voor een groot deel kunt voorkomen door bijvoorbeeld trade journals te maken. Een journaal maken van je trades, dus een verslag van je trade, het bijhouden van een spreadsheet met alle trade gegevens enzovoort. Een belangrijk onderdeel van de cursus is ook de setuplijst. Met andere woorden, alles wat ik bespreek, dus de facto de hele methode, wordt aan het einde van de cursus samengevat in een soort schema waar je de trades kunt vinden. Hier zie je de voorbeelden van de schema's voor de longkant en de shortkant. Ik zal hier nog niet in detail op ingaan, maar elke mogelijke trade omvat een aantal stappen. En die stappen worden in dat schema weergegeven. Aan dit schema afzonderlijk heb je dus niet zo heel veel aan, omdat het natuurlijk heel beknopt is weergegeven. Het heeft dus pas waarde, krijgt pas enige betekenis als je dus ook de afzonderlijke elementen van de methode en de cursus hebt geleerd en begrepen en weet waarom elementen bepaalde setups, bepaalde triggers wel en waarom anderen niet werken. Dus, dit schema is um, heel handig en zeker voor de beginnende trader, omdat je dan heel snel de betreffende setups en instaptreers kunt vinden. Nou, na de cursus is er ook een soort nazorg, dat betekent dat ik na een bepaalde leertijd, dus meestal een aantal weken, een tiental sessies ga opnemen van meestal tussen de 15 en de 30 minuten. Van trades die ik op een bepaalde dag heb gedaan. En deze trades ga ik uitgebreid toelichten. Dat is dus bedoeld om die recording herhaaldelijk te bekijken, omdat er natuurlijk eh, educatieve elementen in zitten. Daarnaast is er ook toegang tot de Traders Chatroom. Nou, wat is de Traders Chatroom? Dat is een Telegram-groep van alle traders die de laatste jaren de cursus hebben bezocht dus deze cursus, en die in de chatroom zitten. En dat zijn nu samen ongeveer 90-tal traders die actief of semi-actief, professioneel of semi-professioneel aan het traden zijn, en die dus meelezen in de chat, deels actief, commentaren posten, en de chat is feitelijk bedoeld dat wij als trader van elkaar leren door het posten van trades, het stellen van vragen, geven van opmerkingen. He, dus traders voor traders kun je zeggen. Goed, ben je nou geïnteresseerd in de cursus? Dan kun je alles nog eens rustig nalezen op de site cyclustrader.nl zoals inhoudspraven, ervaringen van oud-cursisten, locatie, prijs, etc. Kijk dus even op mijn site cyclustrader.nl daar zie je een link naar seminar en daar staat het hele verhaal nog eens uitgebreid beschreven. En als je interesse hebt, staat er ook mijn e-mailadres m.arenslive.nl. Stuur in dat geval even een mail dat je wilt deelnemen en dan gaan we dat voor de rest afhandelen. Heb je voorlopig geen interesse, geen probleem. Volg gewoon de vlog en de blog en dan wellicht tot een andere keer.